De wereld van Stan Storiemans stopte op 12 augustus vorig jaar. Voor de nabestaanden is het leven gewoon doorgegaan. Ze zijn erg trots op zijn boek Oog op de wereld. Apetrots, uiteraard. Als je dan dit ziet, dan denk ik van goh, jij als klein kereltje, joh, je hebt het heel knap gedaan. Dit heb jij voor elkaar gekregen. En daar ben ik natuurlijk apetrots op. Stan vertelt wel eens, ik ben goed in mijn vak. Dan denk ik, ja, dat geloof ik. Ik ben een van de beste cameramensen van Nederland. Dan denk ik, oh, interessant. En dan kom je aan mensen en die zeggen, nee, hij was de beste nieuwscameraman van Nederland. De beste. Ik belandde op tweeharige benen. Bleek er al iemand op die latrine te zitten. Maar die persoon kon niet even luidkeels bezet roepen. Tijdens zulke missies is licht en geluid maken 's avonds namelijk strikt verboden. Stan Storiemans was een cameraman met veel ervaring en voor den duvel niet bang, maar deed geen gekke dingen. Hij wilde het zelfs rustiger aan gaan doen. Groot was dan ook de schok toen schrijver Van Grinsvent tijdens zijn vakantie te horen kreeg dat Storiemans overleden was. Hij had zoveel gekke dingen meegemaakt. Hij is in het begin van zijn loopbaan beschoten, pistolen op hem gericht in Suriname. Zoveel gekke dingen meegemaakt en dan omkomen op een leeg dorpsplein in een bijna verlaten stad. En dan kom je daar door een clusterbom om het leven. Zo ver van de frontlinie vandaan. Ik kon dat niet geloven. Achter in het boek staat de tekst En nou ophoeren. Een echte Storiemans uitspraak. En nou ophoeren. Want dat was zijn luispreuk. Als hij klaar was, dan was het en nou ophoeren. Of als hij boos was op iemand, en nou ophoeren. Dat was zijn strijd, zo ging hij ervoor. En na de hand was ook alles dan weer goed. En dan denk ik van ja, die woorden die passen zo verschrikkelijk bij hem en de strijd in zijn werk. Dat vind ik heel mooi.